Oh, Koen, wat heb jij toch een zwaar leven. Ben je nog niet eens echt de onbetwiste pekkoning in het huis? Jawel! Ben ik ook nog eens de draftkoning? De draftkoning? Je hebt weer 2 gewonnen, ik ben zo goed. Kan je draftkoning zijn? Ik heb de kroon, editor van Koen, kroontje. De draftkoning. Wat ken je je packs van de draft? Ik heb Royce gepakt uit mijn draft. Dat kan ik beter. Je kan de draft niet eens winnen! Oh, wat een opstelling. 4-2-3-1. Ja, ja, 3-2-1 bedoel ik. Ja, dat zei ik. Oh. Oh, wat een geweldige draft. Messi. Wat lach jij nou? Jongen, we zetten dat ik hiermee het eraf en de overige is Messi. Dat is echt oh my fucking god. Ocean, dat is toch niet rapper? Frank Ocean. Hey, wanneer is het goed? Wat zijn... Oh mijn god. We zetten... No. Oh, de bruin is wel lekker. Hey, dit team is niet heel goed. Ah, oh, dit is ook weer slecht, hè? Oh, hey, Frankie, die likt wel lekker. Nee, wat zeg ik nou? Het is niet goed, hè, Roel? Nee, maar het gebeurt altijd pas later natuurlijk. Oké. Okay. Oh, dikke verdrits. Oh. Koeman, legend. Ga dan voor Alessandro, die heeft toch een sterke link met Chiellini. Dan kun je die omdraaien, dan heeft Koeman die... Goed punt, maakt me verder niet, hè. Hoppakee, kijk, wat zag je hiervan? Hoppakeetje. Maar als je net die heb ik niks aan. Oh, je wilt er aan. Voor jou kies ik hem, oké? Okay? Waarom doe je dat? Omdat ik nu een linksback icon heb. Ah, die kan er geen reet van zijn. Oh, die is goed. Drafkoning, jongen. Ongekend. Hopzakeetje. Ja, we gaan van Mane. Het is geen heel goed team, moet ik zeggen. Ik heb ook nog steeds Jordi Klaas erin. Drafkoning, jongen. Ongekend. Zo. Wat nou zo? Zo, wat een goede pik. Jij mag ook wezen. Dit is zo slecht. Dat je ook niet de drafkoning bent. Jawel. Besef dat als ik hiermee de draf win, dan ben ik echt de drafkoning. Ik neem maar straks inwisselen. Oh, dit is echt heerlijk. Perfect. Perfectie. Wel nog steeds Jordi Klaas hier. Ja, maar legend. Daar gaat hij. Joep. Oh, wat een team. Die heb ik net ook al gehad. In een keepertje, wat een slechte draft van de niet-draft koning. Jawel, jongen. Hey, roep je me even als je zo eruit bent. Maar Roel, iedereen heeft praatjes hier. Ah, wegwezen! Opgerot! Wegwezen! Nou, maar we zijn dus nu met een draft. Het is een 186 draft geworden. Prima. Prima voor mijn eerste draftje. Niks mis mee. Helemaal niks mis mee. Laten we maar gaan beginnen. Ik ga mijn allereerste draft spelen. Fantastische game mode. Fantastisch. Ik heb eens gehoord dat je hier wel goede packs uit krijgt. En dat wil ik graag. Mensen, willen jullie nog meer draft? Nee, dat kan ik me echt niet voorstellen. Nee. Maar doe wel vooral een duimpje omhoog. Oh mijn god, hoe kan dit? Hoe kan ik met mijn team... Nog even een kleine herinnering. Jongen, besef dat ik hiermee het eraf en de ogen is Messi. Dat is echt oh my fucking god. Tegen dit team komen. Hoe kan dit? Gelukkig ben ik heel goed in FIFA. Anders was het echt helemaal niks geworden dit. Ik heb natuurlijk nog Neymar. Die ga ik denk ik even inwisselen. Neymar is echt super goed. Ik ga even laten zien dat ik de draftkoning ben. Absoluut draftkoning. Gaat dit gast ook gewoon Pele, Son, Aubameyang, Pirlo, Wijnaldum. Nee, die heb ik ook. Yes. Mensen, ben je nog niet op mij geabonneerd? Abonneer zeker op mijn kanaal. Abonneren. Abonneren op mijn kanaal is lekker. Want we zitten bijna op 300.000. Ik moet nog 4.000 abonnees volgens mij. Nog 4.000 mensen. Als we even 1.000 abonnees vandaag erbij halen. Dus ben je nog niet geabonneerd? Abonneer even op mijn kanaal. Ik wil heel graag de 3 ton. Oh mijn god, daar gaan we. Traoré. Boom. Nee, die zat erin. Ja, hij zit ook. Yes. 1-0. Hoppakee. Lekker. 1-0. Jawel. Adama. Heerlijk zeg. Ik wou bijna boos worden. Maar ik zei van, die was over de lijn. Maar toen ging hij juichen. Dus dat is maar goed. Want dan zit hij erin. Dikke vette huts. Jawel. Yeah. Wat een ongelofelijke hutsgoal. Die is zeker niet helemaal over de lijn. Dit hoort geen doelpunt te zijn. Hij is niet helemaal over de lijn. De bal is niet volledig over de lijn. Maakt niet uit. Hij telt. Daar gaat het om. Hij was wel echt snel, moet ik zeggen. Zeg die Adama. Misschien ga ik hem wel kopen als super sub. Is hij duur? Vast wel, hè? Ik heb nu als super sub heb ik nog steeds. Ik heb dus 800.000 heb ik, mensen. 800. En als super sub heb ik... Cent maximum. Dat is mijn super sub. Beetje tri... Nee. Kiepertje. Lekker. Chesney. Ah. Pak hem. Nee, dit kan nog niet. Nee. Oh, Chesney. Wat een held. Oh. Adama. Daar gaat hij weer. Boom. Adama. 2-0, hoppakee, lekker. Geen enkel probleem voor Adama Traoré. Ja hoor, die is goed, jongen. Nee, kak, ja, die ben ik de lul. Chess, je bent echt slecht. Nee, ik ben echt slecht. Hé, jammer dit. Ik begon zo goed met Adama Traoré, nu staat het gewoon weer 2-2. Tussen de... Nee. Heeft hij ook een Messi? Zusje? Zomaar ga je zusje, man. Hij wil een Messi op de bank. Hoe kan dit?
Ah ja, 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 nee, lekker. Anders kom ik er 6 keer tussen. Oh mijn god. Anders kom ik er 6 keer tussen en dan toch niet. Maakt niet uit, jongens. We gaan hier nog een draft doen. Daar komt hij dan. Team nummer 2. 4-3-2-1 breed. Heel ideaal, maar wel oké. Okay. Wel oké. Okay. Hazard. Oeh, Giggs. Oh, Pele. Kijk eens aan. Dat is wat we nodig hebben. Die heeft stats. Niet normaal. Oh mijn god. Wat een stats. Heerlijk. Nou, Ronaldo er dan voor? Nee. Wel Aubameyang, kan ik ook mijn leven op zich. Dit team is nu al beter dan mijn vorige team. Kijk, ik werd gewoon genakt tijdens de vorige pot. Want dit... Oh, wat lekker. Giggsy, doe maar Giggsy erin hoor. Geen idee of die goed is, maar vast wel. Oh, Okocha. Gooi we Okocha erbij. We hebben gewoon 3 icons. Helemaal niks mis mee. Hoppakee. Dit is dan wel iets minder. Langle, Van Dijk, Van Dijk. Hoppakee. Van Dijkie. Dit team jongens, is niet normaal. Hoppakee. Varaan, die link met hem. Oh, dit is echt goed hoor. Jori dan? Nee, dit is echt wel vrij slecht. Oké, okay, nou nee, ook, het beginteam is prima. Het beginteam is echt goed. Hier hebben we weer wat aardige spelers. Ik denk dat ik toch voor Bill ga. Ik denk dat Bill dan best wel goed is hier. Ja, ik denk sowieso beter dan Okocha. Om eerlijk te zijn. Okocha is echt niet goed. Even kijken. We hebben hier Alan. We hebben iets aan Alan. Nee, we hebben iets aan Eriksen. Ook niet. We hebben iets aan Wijnaldum. Ja. Oh, Messi. Lekker. Messi. Ja, die moet ik hebben. Krijg je weer Traoré. 97 pace. Foe. Parejo is eigenlijk heel slecht. We hebben misschien nodig voor chemistry. Nou, dat maakt trouwens niks uit. Messi heeft nu 7 dan ook trouwens. Oh, Semedo. Oh, die had echt die andere moeten zijn. De andere kant. Maar ja, daar heeft hij geen vorm. Dus dat is vrij kansloos. Maar we kunnen hem alsnog neerzetten voor min 1 chemistry. Hoppakee, maar hij is wel beter. Dus ja, daar gaat het op. Is het team nog, moet ik zeggen, best wel slecht eigenlijk. Vergeleken met hoe het had kunnen zijn. Hey, Bill, plus 2 chemistry. Hoppakee. Bill op CDM, geen enkel probleem. Vinden we gewoon prima. Ja, aardig team. Ja, gewoon prima team. Zijn weer Douglas en Ronaldo. En Mbappé. Boom. Oh, Pele, ja! Deze ga ik winnen, ik voel het gelijk. Hoe kan ik het ook al voelen? Hij heeft letterlijk nog geen aanval gehad. Misschien kan hij wel heel goed aanvallen. Nee, duidelijk niet. Giggs, boom! Je bent links, Giggs. Je bent links. Pele, schiet maar, jongen. Pele, goal. Eerlijk. Eerlijk? Heerlijk. 1-0. Heerlijk goaltje van Pele. Kom op, alsjeblieft. Maak hem af, alsjeblieft. Yes, 2-0. Het is afgelopen, over en uit. Tenminste, ik stond eigenlijk de vorige pot ook 2-0 voor. Maar die, ja... Jij die kijkt, ik weet dat jij kijkt, Jeroen. Stel je voor, jij niet Jeroen, denk je echt van, oh mijn god, hij weet dat ik hier zit. Ja, ik weet het, Jeroen. Ik weet dat je ondertussen naakt achter je laptop, achter je iPad zit. Gat voor Jeroen, trek een broek aan. Wil je even achterlaten in de comments wat jouw favoriete woord is op dit moment? Kijk, van mij is dat toch zeker wel... En favoriete 3 woorden zijn... Maar ik ben benieuwd wat jullie favoriete woorden zijn. Kan natuurlijk ook huts zijn, maar misschien hebben jullie wel een ander woord van je denkt van, dit is echt mijn favoriete woord. Daar ben ik wel benieuwd naar. Laat even weten. Ik wil weten wat jouw favoriete woord is. Misschien zie ik wel een woord denk van, dit woord is echt hutste woord ooit. Ah, zeg ik weer huts. Zomaar. Een goede bal. Ben dan maar door. Dan afleggen. Bam. Goal. Heerlijk doelpuntje. Helemaal niks mis mee. Yes. Wat lekker. Wat lekker. Ik ben blij dat ik mijn stem hees. Anders waren jullie allemaal dood geweest. Triest. 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 Het leven is triest. Jongens, we hebben gewoon gewonnen. Ja. Ja. Hoppa. Eerste overwinning is binnen. Let's go. Naar de volgende. Lekker. Ah, oh, wat een slecht team. Oh, dit wordt zeker verliezen. Ja, dit wordt echt verliezen. 100%. Ik ga zeker verliezen. Daar gaan we dan, jongens. Daar gaan we dan. We zijn weer begonnen. De aftrap is genomen. Daar gaat hij hoor. Giggs. Super Giggs. Kom, Giggs. Nee, natuurlijk niet. Hij is echt zo traag. Hoe kan dat? Het is alsof hij 50 pace heeft, die vent. Hij heeft toch gewoon 87 pace. Ben ik nog gek? Ik sta gewoon achter, Oh mijn god. Kom erbij. Kan er niet van verliezen. Deze gast is echt niet goed. Deze gast is gewoon echt niet goed. Maar hoe die goal ook weer tegen, echt weer door alles heen. Ja, dat is prima, maar nou, het is helemaal niet prima. Nee. Ik moet er wel op het punt komen dat ik op zich wel zin heb om mijn hoofd tegen een baksteen kapot te slaan. Maar ja, voor de rest. Ik kan helemaal niks hier met de bal, hè. Die Giggs, die draait weer en dan moet weer het roer van die tanker om worden gegooid. Hola, mij hebt... Kop, Bill! Yes, lekker, kom maar! Bill moet het doen, onze CDM. Dat is wel triest, hè? Maakt niet uit, goal is een goal. Is heel goed, is heel goed. Die heeft 93 shooting, die Pele. Je schiet hem gewoon het stadion uit. Het was weer niet veel, mensen. Giggs, wat een meme. Hij is hem niet kwijt, maar hij geeft wel weer een veel te harde bal. Oh, wat lekker. Giggsy, doe maar Giggsy erin, hoor. Geen idee of die goed is, maar vast wel. Oh, Okocha in plaats van Giggs. Prima. Nee, er gebeurt gewoon precies hetzelfde weer. Ik word helemaal gek. Nee. Ik ben gewoon weer verloren. Ik word gek. Ik ben absoluut niet de drafkoning. Nee maar. Bam. Die heb ik niet. Het is Oba. Maar maakt niet uit. We staan 3-2. Kom maar. Het kan nog gewoon. Druk zetten met team. Geen gezeik. Alles of niet. Hij gaat verpesten. Nee. Hoe dan? Deze man heeft geluk. Oh. Win. Lekker. Kom, gaan. Moet erin. Dit moet hangen zijn. Pele. Ja, als je dit niet scoort, dat kan niet. Dat kan je niet scoren. Terwijl je zo hoog bent. Dat kan gewoon niet. Boom. Kom maar in, iemand! Hoe? Hij geeft hem aan zijn keeper. Dus een terugspeelbal.
Oh ja! Yes! Wat huts! Oh mijn god, wat lekker! Dit is een bal, dit is een bal, dit is een bal. Auba, boom, goal. Nee, die keeper die is Superman. Nee, nee, keeper. Lekker, lekker. Ik liep met mijn keeper en daardoor had hij. Yes. Nee, hallo. Volgens mij ben je chaos 30 met zo. Oh nee. Oh nee. Oh nee, dit meen je niet. Dit is toch een spel. Oh, gaat die vent ineens liggen, die Ramos. Binnen. Goed. Dan raak ik hem gewoon weer kwijt. Dit spel, ik haat het. Ik haat het. Nee. Nee, ja. Nee. Ik haat het. Ik haat het. Nee, niet op hem, niet op hem. Ja, goed, goed, goed. Ja, ik hou van dit spel. Ik hou ervan. 4-4. Yes, Okocha. Penalties. Penalties, mensen. Penalties. Waarom is dit zo groot, dit ding? Waarom is dit zo groot? Ik zie hem er wel in. Maar ik snap dus niet hoe dit werkt. Ik snap het niet. Hij gaat naar rechts trouwens. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, anders hou je hem gewoon niet. Ja, maar ik snap... Waarom weet ik niet hoe penalties werken? Dat is echt triest. Hij ook niet zo te zien. Leuk spel. Echt leuk spel. Echt leuk. Ik kan gelukkig ook niet zien waar hij heen schiet, iemand. En links, 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 links. Ik heb ook naast. Oké. Okay. Hij is lekker. Ah, het is lekker. Ik mis alles. Ik ga verliezen. Hé, hey, Huts. Dit is Huts. Ik doe maar wat. Nee, 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 nee. Oh. Hij gaat rechts. Hij gaat rechts. Hij gaat rechts. Nee, hij gaat links. Ja, ik heb geen idee hoe dit werkt. Dus ik schiet alles door het midden. Als die vent gewoon in het midden staat, ben ik gewoon de Sjaak. Hij gaat nu wel naar rechts. Nee, oh, wat een perfecte penalty. Hij heeft het door. Ik ben een lul. Hij heeft door hoe penalties werken. Ik zie alles door het midden. Ik zie alles door het midden. Hij heeft het gewoon niet door. Het is echt te bizar voor woorden. Links. Gaat hij nu naar rechts? Tuurlijk. Hoppakee. Gaan we lekker naar rechts met vooraan. Broer, ik denk iedere keer de verkeerde kant op. Het is echt te triest voor woorden. Nee! Ik zit naast. Oh, nee. Nee! Oh, ik ga mijn leven. Oh, nee. Lieve mensen, ik ben niet de drafkoning. In ieder geval nu nog niet. Hey Raoul. Hey, ik ben nog niet de drafkoning. Nee, toch niet? Hoeveel drafts heb je geprobeerd? 2. Oh, jongen toch. De eerste ronde uit de tweede ronde. Ja, het is lastig om de draft te doen hoor. Ja, ik heb het echt onderschat. Het is lief dat je dat toegeeft. Ik knap van je. Ja, zo ben ik. Hey, ik ga slapen. Doei. 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 Love you. Love you too. Dit was niet best, hè, die penalties. Ik schaam me kapot. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik ga vast ooit nog wat eraf doen. Als ik een beetje het kan. Dit was echt niet best. Nee, dit was echt helemaal niet goed. Ik wil je bedanken voor het kijken. Zal ik je helemaal meer de volgende keer zeggen. Doei. Later. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen. Beetje jong en onbezonnen. Zit er sneller voor op FIFA en ging onderweg en tonnen. Wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt er dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling.